Luc Steno met zijn allernieuwste, zoals voordien. Al heel wat leuke gasten over de vloer gehad hier in de Mensstudio. En nu zit Gary Hegger daar gezellig in de zeteltjes. Mark, alles oké daar? Alles oké. Met Gary Hegger is er altijd ambiance. En het is natuurlijk in het vooruitzicht van de Vlaamse feestdag. Dat kan alleen maar goed gaan, denk ik dan. Hè? Ja, absoluut. Ja. Zeker weten. Ja, want jij hebt een nummer, 1 of 2 jaar geleden, denk ik, rond Vlaanderen. Ja, Vlaanderen beland. Ja. Was dat een keuze uit het hart? Ja, absoluut. En een ingeving die ik kreeg tijdens een van die fietstochten. Ja? Ik heb het verhaal verschillende keren verteld. Het was echt tijdens de fietstocht op het tempo. Kreeg ik in mijn hoofd een melodieke. En toen met mijn partner erover gesproken. En met de mensen in mijn entourage rond mij. En toen is het idee gewoon van, ja, waarom zullen we dat niet opnemen? Ja. En dan met de keizer hemzelf, Viltura, heeft gezorgd dat wij de goedkeuring kregen om dat nummer terug te mogen en kunnen heropnemen. En dat zing je ook met plezier. Maar ik merk het, want als je zeker, erover praat... Zeker. Ja. En nu zeker met deze gelegenheden, dat Paul de Vlaamse feesten die we nu in deze periode doen, openen we daar ons optreden mee natuurlijk. Ja, uiteraard. Is dat een bewuste keuze van jou dat je in het Engels gaat zingen? In het Nederlands gaat zingen bedoel ik? Want je hebt eigenlijk een stem die ook Ik heb in het begin een paar Engelstalige cd's opgenomen en vooral kroonernummers. Maar op een bepaald moment hebben we inderdaad de keuze genomen om terug in het Nederlands te gaan zingen. Weliswaar binnen ons kader en binnen ons timbre en stijl en noem maar op. Ja. Maar het is wel een voorrecht, denk ik. Hè. Is het makkelijker om in het Nederlands te zingen? Ik heb het niet technisch, maar ik bedoel dat je weet wat je zingt. Terwijl Engels moet je toch nog altijd een beetje schakelen. Ja, maar ik sta zoveel jaren mee op de plank. En ik heb zoveel jaren in een orkest meegedraaid als zanger-gitarist. Dus ja, voor mij was dat, kwam dat vrij natuurlijk over. Duw op de knop en het komt eruit. Ja, maar het is natuurlijk fijn als je hier in Vlaanderen je ding wil doen en je boterham wil verdienen als artiest of zo te gaan zingen. Ja, dan kom je met de Vlaamstalig repertoire kom je dan gemakkelijker weg als Engelstalig, omdat je daar op een veel te grote markt krijgt. Ja, klopt. Ja, dus en dat is, dat is een van de redenen. Mensen weten wat ze krijgen. Hè? En dat is een van de redenen dat we toen overschakeld zijn terug naar het Nederlandstalig repertoire. Trouwens, waar je ook heel mooie teksten op kunt schrijven. Ja, klopt ook. Ja, en dat doe je ook. Ja, dank u wel. Ja, voilà. En als jij zo op tournee bent, denk ik, dan krijg je ook van alles voorgeschoteld in Vlaanderen. Om te eten dan? In de backstage? Die gelegenheid krijg je natuurlijk. Wat is jouw absolute voorkeur? Waar kunnen ze Gary gelukkig mee maken als je komt optreden? Ik kan met veel dingen gelukkig maken. Maar voor een optreden eet ik bijna nooit. Nee. Of er moet genoeg tijd tussen zijn. Want, voor die spijsvertering. Als je net gegeten hebt en je moet het podium op, dat vind ik helemaal niet kunnen. Bedoel je echt een warme maaltijd? Ja, een warme maaltijd, Ik ben een echte Belg, dus een steekfriet eet ik wel eens graag. Maar ik ook geweldig zot van zijn, en zeker in deze periode zijn, mosseltjes. Ja. Ja, eet ik wel eens graag. En maak je die zelf ook klaar? Ik ben geen keukenprins. Nee, echt niet? Nee, en dat ga je ook niet worden nooit? Eerlijk toegeven, ben geen keukenprins. Nee, en die mosselen op een bepaalde wijze of gewoon traditioneel klassiek? Meestal natuur of witte wijn. Ja. Ja. En dan zing je nog beter? Zeg maar zeker. Hoe ziet jouw zomer er nog uit, Gary? Heel druk. Ja. Ik mag jou niet te lang ophouden nu, want je moet nog gaan optreden. Ja, ik vertrek van hier naar Landen. Dus de mensen in Landen die zitten kijken, die weten dat ik opkomst ben. Landen, here we come. Je gaat er tijdig zijn. Ja, ik ga er tijdig zijn, absoluut. De technische ploeg is al onderweg. Dus, voilà. En wat ga je nog allemaal doen deze zomer? Is het een drukke zomer? Het is een drukke zomer. Ik sta gelukkig ook in Parkies. Ja. Dus Parkies-concerten, live in mijn band. En dat is een reeks concerten. Fantastisch om dat te doen. En dan nog her en der de Oostende koersen doen we ook. We doen ook aan de kusten nog enkele optredens. Overal waar ambiance is. Ja. Dus we hebben een vrij gevulde agenda. En de mensen willen weten waar ik uithang, moeten ze maar eens gaan kijken op de website. En ga je op vakantie nog? Nee. Wanneer het voor de mensen vakantie is, oorlogsseizoen is, als vakantie is voor de mensen, is het werk wanneer voor ons. Wanneer ga je dan? Ik blijf in Vlaanderen gewoon. Ik ben niet weg te jagen hier. Nee, ik blijf in Vlaanderen en we gaan wel enkele dagen eens her en der wat rondkeuvelen. Vakantie in Vlaanderen. En chillen en daarvan genieten. Voilà. Ik zou zeggen, laat ze in Landen genieten. Zal geen enkel probleem zijn. Een rustige rit. Alhoewel, ik denk dat het hier beter is dan buiten op dit moment. Ja, maar we gaan er toch naartoe, hoor. We gaan er het beste van maken. Een artiest moet doen waarvoor hij gemaakt is. The show must go on. Heel veel succes en fijn dat je was gekomen. En een leuke Vlaamse feestdag alvast. Dank je wel. Voilà, ik moet mijn gast helaas laten gaan, omdat hij verwacht wordt in Landen, Evelien. Maar wij zijn er nog en er komen nog een heleboel gasten tot 7 uur, dacht ik. Hè. Zolang Gary Hegger maar veilig landt daar in Landen, zijn wij zeer tevreden. Merci om langs te komen.
En straks zoeken we trouwens ook nog Leonard Santos op in Vilvoorde. Dus blijf bij ons.